zijn begonnen met status omdat je in Nederland een groot gat ziet eigenlijk. Dus aan de ene kant een hele grote groep aan senioren die op zoek is naar een nieuwe woonvorm. Waar ze heel veilig en aangenaam kunnen wonen, ook als ze meer zorg nodig hebben. En aan de andere kant een enorm tekort aan dat soort oplossingen. Je woont zelfstandig in een prachtig mooi appartement. We zeggen wel living apart together bij status. Maar je hebt ook heel veel gezamenlijke voorzieningen waar je samen dingen kunt doen, medebewoners kunt ontmoeten. En we hebben heel goed nagedacht over als mensen meer zorg nodig hebben op termijn, dat het ook voorzien is. We zeggen eigenlijk elk appartement, maar ook elke gezamenlijke ruimte bij status is onzichtbaar voorbereid op een fase dat mensen net iets meer zorg en ondersteuning nodig hebben. Dat ze iets minder kracht krijgen of iets minder zicht in de ogen. Dus de vloeren zijn niet glad, alles is rolstoel toegankelijk, alles is per lift bereikbaar. Er zijn nergens drempels, nou, noem het allemaal maar op. Maar het is wel een veilig gevoel dat alles voorzien is. Wij zeggen wel, we richten ons op het midden tot midden hoogsegment van de markt. We doen dat zowel in koop als in huurappartementen. We zijn nu begonnen met de verkoop van Rosmalen. Prachtige appartementen in de kloostertuin, in het bos. Die variëren van net onder de 4 ton tot 5,5 ton in de koop. Maar als je het naar de huurmarkt hebt, dan zitten we in huurprijzen tussen de 900 en 1300 euro per maand. Wat ik zelf uniek vind, dat is eigenlijk los van die dingen die ik al beschreven heb, dat zijn onze mensen. Het DNA van onze mensen, van onze woonmanagers en van onze family managers, om net die extra stap te zetten. Als woonmanager voor status ben ik samen met onze family manager het gezicht van de organisatie. Ik zorg voor het beheer en onderhoud van onze locaties. Dat het veilig is, dat het schoon is, dat de lift het doet. En dat het onze bewoners aan niets ontbreekt. Voor bewoners is het fijn dat ze een aanspreekpunt hebben, dat er een herkenbaar gezicht is. Ze kennen mij op locatie en ze weten dat ze met vragen bij mij terecht kunnen. Dat is voor hen prettig, dat voegt waarde toe. Een family manager heeft eigenlijk een hele diverse rol. Er zit een commercieel deel in. En dat wil zeggen de verhuur en in sommige gevallen verkoop van de appartementen. Er zit een organisatiedeel in. En dan bedoel ik het samen met de bewoners organiseren van diverse activiteiten. En er zit een servicegedeelte in. En dat wil zeggen dat de bewoners die kunnen elke vraag op het gebied van service aan mij stellen. Op het moment dat zij zorg nodig hebben, permanent of tijdelijk, dan kunnen zij de zorgvraag bij mij neerleggen. En dan kan ik hen in contact brengen met de juiste thuiszorgorganisatie of met de service voor personenalarmering. De ervaring die ze hebben in dienstverlening, in zorg. En om dat echt het allerbeste te doen voor de bewoners van status, dat is een DNA. Nou, daar ben ik hartstikke trots op. En dat vind ik een van de onderscheidende elementen van onze formule. Wat ik het allerleukste aan mijn werk vind is de vrijheid die ik heb om het onze bewoners naar hun zin te maken. En ook het verschil te maken op het moment dat het echt even nodig is. Bewoners zijn vitaal, maar soms ook even kwetsbaar. En als ik op dat moment en het verschil kan maken, dat geeft me echt energie. Net eventjes te verrassen op het moment dat ze het niet verwachten. Dat kan in kleine dingen zitten, zoals bijvoorbeeld een bloemetje sturen op het moment dat ze beginnen met revalideren in de eigen fitness. Of een kaartje sturen naar een van de kinderen die jarig is. We willen uiteindelijk groeien naar 50 locaties in een periode van 10 jaar. Maar nog belangrijker is dat we de senioren van Nederland ook gewoon echt een hele goede keuze willen geven. Status is eigenlijk een nieuwe ambitieuze woonformule in Nederland voor senioren. Voor senioren die graag comfortabel, veilig, met anderen en met een hoog serviceniveau willen wonen.